Frank, je bent met vakantie geweest. Dat klopt. Hoe is het bevallen? Goed. Ik was in Zwitserland en heb 1 week vakantie gehad. Mountainbiken, wandelen en chillen, zeggen de jongen. Chillen. En altijd in contact met sportdirector, met Tim Gillissen voor de selectie. 2 nieuwe spelers die erbij gekomen zijn. Wat verwacht je ervan? Dat ze snel inkomen in onze filosofie. Dat ze de Heracles DNA krijgen. Dat is werken, dat is lopen, dat is tactisch verstaan en begrijpen. En zo snel als mogelijk in het team zijn. Rij Vloed van Excelsior, wat is dat voor speler en waar wil je hem positioneren in je team? Het is moeilijk voor mij een speler uit te leggen. Maar ik wil geen verwachtingen geven aan de speler. Hij is een goede speler en ik denk dat hij ons helpen gaat. Maar ik wil niet zoveel over zijn kwaliteit spreken. Er zijn veel spelers vertrokken. Ja. Wat kunnen we de komende dagen of de komende weken nog verwachten? Goeie vraag, weet het maar ook niet. We moeten nog 3 spelers krijgen. 2 centrale verteidiger in 8. Maar we zijn in communicatie met spelers. Maar we weten nog niet of we succes hebben. ...24 uur geleden was je nog geen Heracliet. Nee, inderdaad. Hoe is het allemaal zo gekomen? Het is begonnen met een goed gesprek met de trainers. Een goed gesprek met Tim. En dat was allemaal prima verlopen. En daardoor heb ik voor Heracles gekozen. Omdat het toekomstplan me absoluut aanstond. En ik zie ook een mooie toekomst voor deze ploeg. Dus. Streelt het jou dat Heracles jou al langere tijd volgde? Ja, inderdaad. Daar was ik. Dat was even verschieten toen ik het verslag las van hoe lang dat ze mij eigenlijk al volgden. En dat was, speelde ook parten bij mijn beslissing om de interesse te zien en het plan naar mij toegericht. En dat was allemaal aangenaam. En je wist er helemaal niets van? Nee, wist ik helemaal niet. Goed seizoen gedraaid bij Excelsior. Daarvoor ook al een aantal seizoenen goed gedraaid. Hoe kriebelt het dan om over te stappen naar een andere club? Ik was vrij. Ik had bij Excelsior voor 1 jaar getekend en ik was transfervrij. Heracles bood voor mij een mooie kans, dus nu sta ik hier. En betekent dat het gesprek, of de gesprekken die je met Heracles hebt gehad, dat die jou goed bevielen? Ja, zeker. Vertrouwen vanaf beide kanten, denk ik. En ik had ook zin om hierheen te komen. Voor mij weer een mooie kans om in Eredivisie te laten zien. Dus was prima. Jij bent in principe een man voor de nummer 10. Ja. En dat is ook de positie die je hier graag zou willen hebben? Dat is denk ik mijn beste positie. Ik ben een middenvelder, aanvallende middenvelder. Ik kan nog wel een beetje schuiven naar achter of naar voor. Maar uiteindelijk denk ik wel dat ik nummer 10 ben, ja.